De brandweer geeft aan dat er tot nu toe minder vuurwerkslachtoffers zijn geregistreerd in vergelijking met de voorgaande jaren. Safira Richters van de brandweervoorlichting zegt dat 11 personen gewond zijn geraakt door vuurwerk. Vandaag is de laatste dag waarop vuurwerk verkocht en afgeschoten mag worden. Het 9e slachtoffer is een meisje van 6 jaar dat op Oudejaarsdag ernstig gewond is geraakt aan haar hand door vuurwerk van het type Big Boss. Richters zegt dat de campagne van de brandweer ertoe heeft bijgedragen dat het aantal vuurwerkslachtoffers niet hoger is. We zijn geweest in de verschillende woonwijken, genoeg voorlichting gegeven, gesproken met de jeugd, gesproken met de ouders. Dus ik denk dat ze zijn gaan luisteren, vandaar dat er minder slachtoffers zijn van het jaar. We gaan van het jaar als gewoonlijk weer voorlichting moeten geven. Veel met de jeugd praten, veel met de ouders, zodat ze op de kinderen moeten letten. En veel aandacht besteden. Als je kinderen voorwerk afschieten, altijd op je letten. Niet alleen laten afschieten. Dan denk ik wel dat het minder gaat zijn voor het jaar. Richter zegt dat er in 2017 ook minder woningbranden zijn genoteerd dan het jaar ervoor. Ze geeft echter aan dat er in het nieuwe jaar helaas al 2 branden zijn geweest. Vroege ochtend van het nieuwjaar, 1 januari natuurlijk, werden we gebeld over een woningbrand in Livorno, Beekhuizen nummer 34. Toen de brandweer binnen 8 minuten daar aankwam, trefde ze een woning aan in Lichterlaaien. Ze hebben na 20 minuten hadden ze alles onder controle. De mensen van zo'n pand, van zo'n woningbrand, waren niet aanwezig. We hebben kunnen waarnemen dat er die woning niet aangesloten was op elektriciteit net en dat het zelden bewoond was. En later op de dag, tegen 8:45, dus 8:45, hebben we weer een autobrand kunnen noteren. Dat op het terrein van de Mimbrebuku-kazerne. Ze hebben geprobeerd om met een brandblusapparaat te blussen, maar het is niet gelukt. De brandweer heeft het kunnen blussen. Safira Richters van de brandweervoorlichting. Vergeleken met de voorgaande 2 jaren zijn er in 2017 minder vuurwerkslachtoffers geweest.